Yo, Westfield hier en leuk te kijken naar een nieuwe GTA Racing video. Vandaag is aflevering 3 races. We beginnen met deze race, we starten in mijn Entity. Deze race eigenlijk is een paar simpele jumps, geen lange race. Non-contact zo te zien. En ik heb de zin om te gaan racen. Ik probeer de boost mee te pikken. We hebben de boost. Samen zijn we z'n drieën. Ja, weinig mensen die wouden joinen. Misschien kunnen ze daar meer mensen joinen. En hier is de eerste jump. En dan gelijk respawnen, want we sprongen eroverheen, zo te zien. En anderen zo te zien ook. En we zijn de eerste. Kom, deze kunnen we winnen. Deze race moeten we gaan winnen. Oké. En dan moeten we een grote sprong maken. En ja hoor, mooi sprong. Mooie landing in de checkpoint, ja hoor. En dan gaan we de volgende jump. Auto recht houden, ja. En dan gaan we in de checkpoint landen en niet afvliegen. Ja, mooi. We zien een aardige voorsprong. En auto recht houden, ja. En we zien de finish al. Zoals ik zei, geen lange race. Ik heb hem al een keer gespeeld, dus ik weet precies hoe lang die is. En hier moeten we zorgen dat we niet in de boom landen, niet in de boom landen. En dat doen we niet. En dat is mooi. En dat is de finish. En we winnen de eerste mooie korte race. En we hebben hem. We hebben gewonnen. Kleine, ja, zoals ik zei, kleine korte race. Eerste korte race. En ik zie je bij de volgende race. En we aankomen bij de laatste aflevering, of de laatste race van deze aflevering. We staan allemaal in dezelfde auto, allemaal in dezelfde slome auto. We willen de boost pakken, hebben een beetje voordeel. En we hebben de boost. Oké, we zitten allemaal in een, ik weet niet wat voor auto dit is, Blade volgens mij. We worden gelijk weer de kant geduwd. Oh. Dit ding is zo langzaam. En we rijden laatste, natuurlijk. Oké, jij gaat mee weg. Doei. Oké, inhaalslag is begonnen, jongens. Oké, we proberen hem deze in te halen. Er komt de bocht aan. Oh, goed remmen. Ja. En we rijden dan weer vierde. Oh. Ja, het tip blijft altijd naar voren kijken, niet naar achteren. Want zijn auto is er wel, ziet er wel heel slecht uit. Oké. Oh. Ik kan echt een bocht nemen, zoals je ziet. Dus ik kan niemand de bochten meenemen. Maar... de top 3 is een heel eind weg, zoals je ziet. En. Dank u voor... achter tegen mijn auto rijden. Ik waardeer dat echt heel erg. We komen lang en dichterbij de nummer 3 en de nummer 2. Als we de hele tijd worden kapot gestoord. Hier zijn ze al. Nee. En we rijden de vijfde en we liggen op de kop. Oh nee. En we zijn weer terug bij af. We zijn weer helemaal achteraan. Tweede ronde. We gaan hem helaas niet meer winnen. Misschien kunnen we nog een mooie top 4 plek nemen. En ga naar de kant jij. Je staat mij in de weg. Fuck off man, kom op. We moeten hem inhalen. We willen top 5. Het is niet goed, maar het zal wel wat zijn. Oh, we gaan de andere kant er maar langs. Onze auto kan niet meer zo goed sturen. Ah. Dat is een wrak op dit moment.
En hij heeft een hele afwijking naar de linkerkant. Maar ik denk niet dat respawnen nu veel zal gaan helpen. We rijden vijfde, by the way. Dus ik kan er nog meer opschuiven. Binnen doen we helaas niet meer. Maar ja, kijk wat we kunnen. Het is moeilijk pocht te sturen. En oh, we worden van achteren weer ingehaald. Oké, we gaan even rustig in de bocht. Ja, zo rustig in de bocht. Ja. We zien de finish. En nou, we worden helaas vijfde. Jammer. Als ouder was ik al wrak en ik wou niet respawnen, want dat zal we helemaal achteruit starten. Helaas mijn vijfde in deze race. En dat is dan ook het einde van deze aflevering. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je de aflevering leuk, laat een like achter. En ja, volg mijn kanaal. En ik zie jullie in de volgende GTA race aflevering.